Hallo en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Mijn naam is Julie en ik ga jullie weer meenemen deze week. Let's go! Toch een stukje van de lichtwandeling aan het doen. Blijkbaar was niet volledig de bedoeling, want het is ook nog niet donker. Eigenlijk begint het pas om 5 uur, zo gezegd. Dus wel gezellig. Eigenlijk begint het pas om 6 uur, als je het ziet. Ah ja, oeps. En koekjes aan het maken. En dan gaan we die met kerst overal bij de familie aan de voordeur afgeven. Als kerstman. En hier is dan een chocoladetaart in de maak met amandelschilfertjes. En dan ga ik deze nu in de oven zetten voor 45 minuten. En daarna ga ik de koekjes bakken en decoreren en alles. En ik heb uiteindelijk last minute ook nog snel besloten om muffins te maken. Want ja, zo 1 cake is eigenlijk misschien wel te weinig. En dan zo'n paar koekjes voor aan iedereen uit te delen. Dus dit gaat zelfs ook de oven in. En hier zijn alle vormpjes die we zelfs gaan gebruiken. Ja, misschien geen vliegtuigje, maar vooral kerstboompjes en zo dit mannetje en sterretjes en zo. En we zijn alweer een hele poos verder. Helaas zijn de koekjes mislukt. Of ja, de vormpjes zijn mislukt, want het deeg was echt veel te kleverig. Dus hoe dat we ook probeerden, we konden er geen vormpjes van maken, maar uiteindelijk heb ik ze ook dubbel zo lang in de oven gezet en nu zijn ze wel hard. Maar ik ga, aangezien het nu al bijna 7 uur 's avonds is, ga ik ze nu niet meer decoreren en zo. Dat is iets voor morgen. Ik ben ze nu aan het laten afkoelen. En dan heb ik ook nog die muffins. Die zien er echt ja, een beetje ontploft uit, maar ze zien er wel echt heel lekker uit. Dit zijn dan de muffins. Ja, ze zijn een beetje ontploft, maar ik denk wel echt dat ze super lekker gaan zijn. En ik ga er morgen ook nog zo wat decoratiedingetjes op doen en zo ja, chocolade smelten en dan zo streepjes op doen. Net zoals bij de cake zelf. En dit zijn dan de koekjes. Hier waren we nog heel ijverig bezig. Dit hoort een hand te zijn. Maar ja, uiteindelijk zijn het dus gewoon vormpjes. Ronde vormpjes geworden. En dan ga ik die morgen ook zo dippen in de chocolade, dat die zo half chocolade zijn. En dan ook wat sterretjes op en zo. En dan ziet het er toch nog een beetje mooi uit, hopelijk. En ondertussen moest er natuurlijk ook gekookt worden voor vanavond. Daar heb ik deze Zuid-Afrikaanse bobotti voor. Dat is ook weer zo'n vers pakket van de Albert Heijn. Dat is hier aan het stoven. En dan ga ik zelfs daar ook nog de appeltjes en de... Oei, mijn lens is aangewazemd. Dan ga ik er zelfs de appeltjes en nog de sperziebonen aan toevoegen. Ik vind het heel speciaal, dus zo'n Granny Smit. Ik weet niet hoe dat gaat zijn. Normaal moet je daar ook gehakt bij doen. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. En ik had ook geen nep gehakt in huis. Dus het zal zo zijn. Het zijn allemaal zo andere soort groenten dan bij elkaar. Wortel, zoete aardappel, sperzieboon, paprika en... appel en rijst en dan heel die kruiden erbij. Het lijkt me raar als ik daar gehakt bij zou doen, die smaak past daar niet bij. Ik vind het wel lekker. Oké, hier is mijn mise en place. Ik heb hier de cakejes en de grote cake staan. Hier heb ik alle koekjes. Hier heb ik zwarte chocolade en witte chocolade. En hier heb ik alle toppings en ja, zoals je ziet, ik ben vrij onhandig. Ik heb dit trouwens ook nog nooit gedaan, dus lach me alsjeblieft niet uit als dit niet de juiste manier is om te doen. Deze koekjes zijn gemaakt door 6-jarigen. Maar we hebben ons wel geamuseerd, Alexander. Dit is wel een speciale. Ja. En wat is het hier nog allemaal? Ja, dat is het mooiste en het lekkerste, denk ik.
We hebben alles hier in de gang gelegd, omdat het hier lekker fris is en dan kan alles goed uitharden. Dit is de chocoladecake met amandel. Dit zijn de, ja, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, muffin, brownie, chocolade dingetjes. En dit zijn de misbaksels. En dit zijn dan de sprinkle Christmas cookies. Julie is kerstkaartjes aan het schrijven aan de buren, want we hebben al verschillende kaartjes gekregen van de buren. En nu gaan we een kaartje terugschrijven. Zo, en hier is de tas van de kerstman helemaal gevuld met allemaal lekkere koekjes. En die gaan we zelfs langsbrengen bij familie. Verrassing! Hallo! Verrassing! De kerstman is hier met lekkere koekjes. Niet te geloven. Wat komt jij er nog? Oh. Alsjeblieft. Hallo. Mama, we hebben cadeautjes bij. Kun je toch niet komen? Nee, hè? We hebben toch cadeautjes bij. Oh, hallo. Je pouvais pas, c'était une surprise, moi je savais pas non plus. Moi aussi non. We hebben veel geskyped met iedereen en zo. We hebben lekker gegeten, Alexander. Heel lekker. Maar een beetje veel, jij? Het was wel heel veel, maar heel lekker. En gaan we zelfs nog de dessert eten? Dat is dat er nog bij geraakt. Chocomousse. Okay. Met ijs en zo. Mm. En nu gaan we wandelen. Wandelen met Jazz. Ik pak het oog, hè. Oké. Okay. Oei. Oké. Okay. Ik wil ook een oog. Echt? Maar dan heeft hij... Een oog. Oei, oh, garm. Het is vandaag tweede kerstdag. Gisteren met kerstmis hebben Xander en ik het gewoon eigenlijk heel rustig gehouden. Een beetje gechilled en vandaag eigenlijk ook. Heel anders dan anders natuurlijk. En nu heb ik heel veel zin om lekkere verse spaghetti saus te maken. Dat is misschien totaal niet zo fancy, maar mama had een paar dagen geleden verteld dat ze spaghetti ging maken. En sinds toen had ik echt zoveel zin in spaghetti. Dus bij deze ga ik dat maken. En dit zijn de vriendjes die ik daarvoor ga gebruiken. Lekker veel verse saus. En vond je het lekker, Xander? Het was heel lekkere spaghetti. Maar je hebt een beetje te veel gegeten, niet? Ik heb 2 grote borden gegeten omdat het zo lekker was. Bij deze ga ik de vlog dan ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt om te kijken en ik zie jullie graag volgende week weer. Salut! Alex! Ik moet zelf die tonen doen. Salut! Salut!